We're rolling. Yes. Jan Vrijen, gemeentesecretaris in Boxtel. Ja. Lid van het van de vereniging, het bestuur van de vereniging gemeentesecretaris ook. Dus ook voor heel Nederland actief. Zo is dat. Ja. Kun je daarover over vertellen wat je voorgeschiedenis is daar en hoe je daarmee bezig bent? Ja. Ik ben sinds 2001 gemeentesecretaris van Boxtel. En vanaf 2003 echt actief binnen de Vereniging van Gemeentesecretarissen. Eerst op het terrein van bestuurlijke ontwikkeling. En sinds 2008 echt heel specifiek belast met de portefeuille dienstverlening en bedrijfsvoering. En dat is zo'n omvangrijk domein dat ik daar echt mijn energie goed in kwijt kan. Ja, bijvoorbeeld. Ik ben vanaf 2003 ben gestart met de slagvaardige overheid. Ik heb een brief geschreven aan de minister met de vraag of gemeenten meer speelruimte zouden kunnen krijgen. Toen is er vervolgens een motie aangenomen in het VGS-congres om te werken aan de slagvaardige overheid. Sinds die tijd hebben we samen met de VNG gewerkt aan een aantal documenten. We zijn ook gestart met de staat van de gemeente. Dat is nu waarstaatjegemeente.nl. En in die tijd is ook het idee geboren om een kwaliteitsinstituut Nederlandse gemeenten op te richten. Dat heeft nog even geduurd, maar uiteindelijk is het er wel van gekomen. In de laatste jaren, vanaf 2008, ben ik echt bezig met het NUP, het INUP nu en met alles wat daaromheen hangt. Om de kwaliteit van de dienstverlening bij gemeenten te verbeteren, met name ook in de richting van 2015. Dan is... Nou ja, goed, dat is het perspectief van waar we als gemeente ons op richten. En dan moet het INUP een heel eind rond zijn en dan moet die dienstverlening, dienstverlening draait om mensen, die VNG-visie, die moet gewoon werkelijkheid zijn. Dus we zullen in de komende jaren echt hard moeten werken om de basis op orde te brengen en echt gewoon goed moeten samenwerken om te komen waar we willen. Want ondertussen komt er ook nog van alles op de gemeente af natuurlijk, met alle decentralisaties en dat soort dingen. Ja, nou de decentralisaties, dat gaat een hele grote brok worden, hè, 8 miljard. Het zijn ingewikkelde taken. Hè, dat geeft een grote verantwoordelijkheid en die kunnen we eigenlijk alleen maar invoeren als we goed samenwerken. Dus eigenlijk zie ik de grote decentralisaties vooral ook als kans. Om juist ook die grote decentralisaties te gebruiken om te kijken of samenwerking tussen gemeenten invoering kan vergemakkelijken. Dus wat dat betreft zullen we echt gewoon goed moeten samenwerken, er goed over moeten nadenken. Die grote klussen op een goede manier doorgevoerd te krijgen. Ja, en wat voor constellaties zie je dan ontstaan? Want, niet provinciaal dus, hè, anders hadden we het bij de provincie gedaan, maar flexibeler erin. Ja, het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeente, King, is nu bezig met een project De Basisgemeente. En De Basisgemeente is erop gericht om te definiëren welke technische kwalificaties ICT-voorzieningen moeten hebben. En de bedoeling is om dat nog verder aan te scherpen en om daarnaast rondom die technische kwalificaties een aantal standaard werkprocessen te maken. Op die manier de leveranciers die zullen die standaard werkprocessen in hun producten moeten verwerken. En op die manier zul je zeker een standaardisering krijgen waardoor het makkelijker mogelijk is voor gemeenten om het in te voeren. Je kunt het eigenlijk vergelijken met de modelverordening van de VNG. Er komt een landelijke wet, die wordt vertaald door de VNG in een modelverordening. En 99 van de 100 gemeenten nemen die modelverordening over. Nou, dat moet eigenlijk ook bij ICT het geval zijn. Dat je een vertaling maakt van de wettelijke regels in ICT-termen. Leveranciers verwerken dat. En op die manier kun je veel makkelijker met een in één keer die vernieuwing doorvoeren in je eigen organisatie. Dus je krijgt niet een doos met allemaal bouwstenen, maar de doos doet het gelijk. Het is een kwestie van plug and play, zoals ze dat in goed Nederlands zeggen. Aha. Maar is dat, dat is natuurlijk het ideale verhaal. Je organiseert wat centraal en vervolgens denkt iedereen hopelijk van oh, wat fantastisch is al zo klaar. En toch is natuurlijk de praktijk vaak wat weer barstiger. Ik zie in gemeenteland toch wel een sterke bereidheid ook om samen te werken. En je ziet ook, als het gaat over samenwerking, intergemeentelijke samenwerking, dan borrelt en bruist het in het hele land. Dus in die zin gaan we wel de goede richting uit. En men beseft ook steeds meer dat al die ICT-oplossingen die we allemaal individueel bedacht hebben, kunnen we daar niet wat meer samen doen.
En wat dat betreft is het Rabobankmodel misschien wel het goede. En die hebben in dezelfde situatie gezeten met lokale Rabobanken die allemaal autonoom zijn. En op een gegeven moment hebben de lokale directeuren tegen elkaar gezegd van jongens, we zijn allemaal verschillend, maar we lijken toch ook op elkaar. En vervolgens hebben ze afgesproken dat ze voor die delen die op elkaar lijken, zeg maar dingen samen gaan doen en samen gaan ontwikkelen. En vervolgens is er een collectieve faciliteit gekomen. Dat is de Rabo Nederland. In ons geval is dat King. En die ontwikkelen dingen samen. En zijn dan vervolgens dienstverlenend in de richting van de gemeente, ondersteunend. En dat gaat de gemeente, ja, zeg maar, veel kracht geven, denk ik. Ja. Ja, de uitdaging is ook een beetje. Je zit natuurlijk, die fijne balans, dat iedereen wel het gevoel blijft houden van wij zijn wel eigenaar van onze eigen toekomst. Zeggen, ja. Wij blijven eigenaar van King, als het ware. Ja. Nou ja, goed, dat is wel een van de belangrijke punten natuurlijk. Ik geloof in de kracht van de gemeente. Als gemeente, zeg maar, die betrokkenheid hebben bij de lokale samenleving, dat er dan heel veel moois tot stand kan komen. Ik denk ook dat de gemeente als enige in staat zijn om problemen in de jeugdzorg en de AWBZ op te lossen, zodanig dat het ook budgetair beheersbaar blijft. Juist ook omdat ze zo dicht op die praktijk zitten. Er zijn twee dingen die ze nodig hebben. Het ene is voldoende financiële middelen en het tweede is beleidsvrijheid. We moeten ruimte hebben om dingen op een handige manier te regelen. En daar zijn goede voorbeelden van, die we in het verleden, grote wetswijzigingen en overhevelingen die we gedaan hebben in het verleden, die zijn gewoon over het algemeen heel goed verlopen. Ja. Dus dat gaat enerzijds over het deel waar iedereen min of meer hetzelfde dan kan krijgen. Dus je regelt centraal dingen. Daarnaast heb je natuurlijk allerlei lokale samenwerkingsverbanden. Dat is eigenlijk ontwikkeling 2. Ja. Je hebt dus in het samen doen. Je zult in ICT-termen zaken moeten vertalen, maar als het gaat over de grote decentralisatie is er natuurlijk meer aan de hand. Dan is het een kwestie van heel nieuwe samenwerkingsrelaties opbouwen, zowel met de omliggende gemeenten, met de centrumgemeenten, als met allerlei instellingen die in het veld actief zijn. En wat dat betreft is het wel een flinke uitdaging, die grote decentralisatie. Mm-hmm. Hier in de praktijk, hoe gaat dat in Bokstel bijvoorbeeld? Nou, wij zijn in de regio Noordoost-Brabant, die loopt van Heusden, Den Bosch naar Kuik. Zijn we bezig om na te denken over de manier waarop we die grote decentralisaties aan gaan pakken. Er zijn eigenlijk twee borden aan het schaken op dit moment. Rondom Den Bosch is een samenwerkingsverband van gemeenten. En rondom Os-Udevecht, land van Kuik, is een tweede samenwerkingsverband. En die twee subregio's die zijn echt gewoon heel nadrukkelijk aan het kijken hoe de zaak nu gaan regelen in de komende jaren. Dus er zijn stuurgroepen, projectgroepen, werkgroepen aan de gang die nu concrete plannen aan het uitwerken zijn. En op die manier hopen we dus er op 1 januari 2013, respectievelijk 2015 voor de jeugdzorg klaar voor te zijn. Mm-hmm. Maar dan krijg je dus een soort van regionaal punt waar dan alsof het shared service organisatie staat? Of is dat waar de gemeente dan samen één organisatie gebruiken? Of hoe moet dat voor me zien? Nou, dat zijn juist de vragen waar we mee aan de slag zijn. Hè? Van hoe kun je het op een beetje een handige manier organiseren? We hebben wel een aantal uitgangspunten. Waarbij we zeggen, we hebben zeg maar, als het gaat over de jeugdzorg bijvoorbeeld, het Centrum voor Jeugd en Gezin. En dat is natuurlijk gewoon een hele voor de hand liggende basis om de jeugdzorg rondomheen te organiseren. Wij zeggen, alles wat we lokaal kunnen, dat gaan we ook lokaal doen. En er zijn een aantal zaken, hè, als het wat ingewikkelder wordt en je hebt het over instituten, dan zul je dingen op een bovenlokaal niveau moeten regelen. Dus we hebben ook het bovenlokale niveau, en dan zullen we de samenwerking vooral ook zoeken binnen de regio Sertogenbosch. En daarnaast heb je nog het strategische niveau. En dan zoeken we meer de samenwerking op de regio, in het niveau van de regio Noordoost. En hoe we dat precies gaan organiseren. Er is natuurlijk gewoon al een bepaalde structuur met de bureaus jeugdzorg bijvoorbeeld. Hoe we dat precies gaan organiseren, dat is nou juist een van de vraagpunten in de komende tijd. Ja. Daar gaan we echt serieus mee aan de slag. We gaan uit van de kracht van de basis en dingen waar we gewoon te klein voor zijn. En dan zullen we samenwerking zoeken met de omliggende. Ja, wat ik zelf vaak wel interessant is, van hoe organiseer je ook dat systeem flexibel blijft en dat je niet weer nieuwe grenzen en loggen en vastheid creëren. Grenzen,
Het is, ja, je moet wat dat betreft wel de nodige flexibiliteit organiseren. Hè. Dus aan de andere kant kun je zeg maar ook binnen bepaalde grenzen flexibel opereren. We zien dat bijvoorbeeld als het gaat over de gezondheidszorg bij de GGD. Die zijn ook binnen een bepaalde regel georganiseerd. Maar hebben natuurlijk wel in hun werkprogramma zeg maar, mogelijkheid om zeg maar, flexibel te werken. En ik denk dat we voor de drie grote decentralisaties ook in die richting moeten denken. Dat we wel zeg maar, een vaste regio hebben waarbinnen we samenwerken. Geen regio met keiharde grenzen. Ik kan me voorstellen dat je ook zelfs voorzieningen hebt die zelfs nog bovenregionaal zouden moeten werken. Dus in die zin moeten we gewoon eens even kijken hoe we dat nou op een handige manier in elkaar kunnen steken. Waarbij we dus zeg maar lokaal zeg maar, optimaal gefaciliteerd worden en ondersteund worden om het te kunnen doen. En op het moment dat het lokale zeg maar, te klein is om het probleem op te lossen, dat we dan een aantal goede bovenlokale of misschien zelfs wel bovenregionale voorzieningen hebben die ons kunnen helpen om het probleem op te lossen. Hm. Ja. Maar als je nou want jullie zijn nu daarmee bezig ook hier in de regio met King en dat soort dingen. Dus je bent eigenlijk al die ideeën en energieën nu in het nu aan het steken en daar zelf een bijdrage aan het leveren. Maar hoe zie je dat nou over een aantal jaar als we dit even loslaten? Ik weet niet wat dan een handige termijn is, want ja, je zegt 2015 dan moet dit klaar zijn. Dus, maar wat wordt dan de volgende stap? Hoe breken we daar dan weer doorheen? Ja, nou ik denk dat we zeg maar als je kijkt naar het lokale niveau. Dat de schaalvergroting die we al vanaf het ontstaan van de gemeente hebben, dat die zal doorzetten. Dat we toch minder gemeenten zullen hebben met en ook grotere gemeenten met wat groter draagvlak. Dus in die zin denk ik dat er nog wel een slag komt. Ik denk dat de provincie zich nadrukkelijker, en die trend is nu al heel duidelijk, richt op het ruimtelijk en economisch domein, natuur ook denk ik. Mm-hmm. Dat het vooral een coördinatie wordt. Coördinatie stimuleren, grote lijnen. Dat het rijk compacter wordt. Die trend die zit er nu in, die zal gewoon doorzetten, denk ik, onder druk ook van bezuinigingen en zo. En ik hoop dat met name op rijksniveau de coördinatie zal verbeteren. Het zijn nu toch nog allemaal eigen koninkrijkjes. Je ziet al een beweging in de richting van gezamenlijke shared service centra. En ik hoop dat die trend doorzet. En het zou maar ideaal zijn als op een gegeven moment er zeg maar ook ambtelijk zeg maar op rijksniveau vanuit één punt gecoördineerd zou worden. Hoe bedoel je daarmee? Ja, wat bedoel ik daarmee? Ik heb wel eens gezegd, je zou een secretaris-generaal moeten hebben. Hè? En dan ook echt een secretaris-generaal. Niet een secretaris-generaal op al die afzonderlijke departementen. Net zoals je op gemeentelijk niveau een secretaris hebt en secretaris-generaal op rijksniveau. Ja. Dus dat daar in ieder geval tussen de ministeries al beter afgestemd zou worden. Ja. Dat er gewoon integraal gedacht wordt, ook op rijksniveau. Ja. Dat zou op lokaal niveau al een stuk schelen. Want er zit toch altijd nog wel, de neiging is toch om zeg maar vanuit de centrale gedachte op de ministeries te proberen om toch de lijnen uit te zetten en grip te houden op de... Binnen die kolom, zullen we zeggen, van het ministerie? Ja, binnen de kolommen. En wat wij graag zouden hebben is dat wij zelf de ruimte hebben om dingen op elkaar af te stemmen. Ja. Een goed voorbeeld is de decentralisatie van de onderwijshuisvesting in 1997. Ja, dat is een brok die dus naar de gemeente is gekomen. Wij hebben als gemeente hebben dat goed opgepakt, als gemeente Boxtel in elk geval. Alle schoolgebouwen die zien er picobello uit. En wat er gebeurd is dat het onderwijs veel beter ingebed is in de lokale samenleving. Je ziet dus dat er met kinderopvang is heel duidelijk een verbinding gelegd. Ja. Er zijn allerlei faciliteiten zijn er verbonden aan de scholen. En dat hebben we kunnen doen omdat we zeg maar die onderwijshuisvesting die hadden we in de eigen hand. En op die manier hebben we dus brede scholen gemaakt, nog voordat het überhaupt op landelijk niveau echt gepropageerd werd. En ik denk dat de onderwijshuisvesting er nu goed voor staat. En ik vind het dan ook een onbegrijpelijke zaak dat er nu weer sprake van is dat die onderwijshuisvesting uit gemeentelijke handen gaat. En dat die in de richting van de schoolbesturen gaat. Mm-hmm. Ja. Dus
Maar je hebt het ook over die schaalvergroting van gemeenten. Want enerzijds zeg je van nou, je hebt centraal komen er allerlei diensten, waardoor je eigenlijk efficiënter kan werken als organisaties. Je creëert meer regionale samenwerkingsverbanden op allerlei verschillende niveaus, waardoor je ook efficiënter gaat werken en dat soort dingen. Heb je dan nog die schaalvergroting van gemeentes nodig? Waarom zou je dan de gemeentes gaan samenvoegen als je op deze manier al die efficiëntie bereikt? Nou ja, wat dat betreft is er sprake van verschillende trends. Als King het heel goed doet, dan kan bij wijze van spreken de kleinste gemeente de faciliteiten aanbieden aan de burger, zoals gewoon een faciliteit op niveau. Het wordt natuurlijk wel steeds ingewikkelder en soms wordt het ook heel ingewikkeld gemaakt. Als je dat als kleine gemeente zelf moet oplossen, dan wordt dat steeds moeilijker. Dus in die zin, dat is een trend dat je zegt van nou, we moeten samenwerken met omliggende gemeentes ook op het operationele niveau. En op die manier, samen sterk, kunnen we dat niveau handhaven. Mm. De trend van King kan ervoor zorgen dat ook kleinere gemeenten makkelijker op niveau kunnen presteren. Want er waren laatst ook twee gemeenten die dus gewoon een hele ambtenarenapparaat hebben samengevoegd. Dus gewoon één uitvoeringsorganisatie voor twee gemeenteraden. Nou, je ziet het gewoon overal in het land ontstaan. Dus ik zou zeggen, mooi laten ontstaan en laten groeien. Gewoon van onderop. Als gemeente op een gegeven moment tot de conclusie komen dat de kwaliteit van de dienstverlening niet optimaal is als ze gewoon op een eiland blijven zitten. Dan is samenwerken met omliggende gemeenten heel erg voor de hand liggend. Mm-hmm. Je ziet ook overal in het land dat soort initiatieven ontstaan. Dus wat dat betreft kun je dat ook gewoon laten. Denk ik dat op een gegeven moment zo'n instrument als waarstaatjegemeente.nl ook piekfijn aangeeft of je dienstverlening op niveau is of niet. Ja. Kijk, als op een gegeven moment een gemeente tot conclusie komt dat de dienstverlening een 5,3 scoort en de buurgemeente scoort op een 7,2. Dan is natuurlijk gewoon de vraag, en hoe kan het nou? Doen we onze burgers tekort door op deze schaal te blijven werken? Nou, dat zijn vaak ook drijvende motieven om op een gegeven moment de buurgemeente op te zoeken en te kijken of je samen sterk kunt zijn. En op zich is daar helemaal niks mis mee. Maar wat ik me wel te afvraag, bijvoorbeeld bij zo'n voorbeeld van die twee gemeenten die dus samen die organisatie, maar ook bij allerlei samenwerkingsverbanden, maar bij wat voor samenwerkingsverbanden ook kiest, ook die regionale. Uiteindelijk zijn sommige dingen die kun je nou regelen in contracten. Heb je gewoon een uitvoeringsorganisatie, shared service organisatie, heb je contract mee voor de vuilophaling of wat dan ook. Maar voor sommige dingen ligt het natuurlijk wat lastiger. Welke dingen blijven er nou, moeten er nou echt lokaal blijven en welke dingen? Is het alleen maar de politiek? Alleen maar de gemeenteraad hoeft lokaal te zijn? Nou, bestuur dicht bij de burger, dat is natuurlijk gewoon een belangrijk item. Dan kun je gewoon een lokaal loket hebben. Dat is verder een uitvoeringsding. Voor de burger moet het bestuur aanspreekbaar zijn, Dus als je dat niet al te ver weg zet, zou dat een goede zaak zijn. Ik denk ook dat de dienstverlening aan de front office, dat het belangrijk is dat je dat ook lokaal houdt. Ja, maar goed, dat hoef je niet. Je wil wel een lokaal loket, maar dat hoef je niet lokaal te organiseren. Je kunt ook een internetsite maken van King, standaard site. Ja, goed. En dat doe je een kleurtje op van de gemeente, maar voor de rest de achterkant is gewoon allemaal gecentraliseerd. Ja, het back-office. Ziet dus nu vooral ook in de samenwerking die er is tussen gemeenten en die minder ver gaat dan echte ambtelijke fusie. Dat is vaak ook samenwerking op back-office-achtige treinen. En dan moet je denken aan ICT natuurlijk, aan belastingssamenwerking, aan personeel en organisatie, sociale zaken. En dat zijn echt de vier treinen waarop die samenwerking tussen gemeenten, die operationele samenwerking, echt gestalte krijgt. Mm-hmm. Waarbij het dan zo georganiseerd is dat je gewoon op het niveau van de gemeente nog wel die dienstverlening en die kwaliteit hebt die je voorheen ook had. Alleen dan efficiënter en makkelijker georganiseerd. En je hoeft niet vier keer te ontwikkelen als je met vier gemeenten samenwerkt. Ja. Je kunt één keer ontwikkelen. En dan vervolgens heb je er in die vier gemeenten ook vier keer profijt vanuit. Ja, maar zou je kunnen zeggen van nou, sommige dingen, als het echt om bedrijfsvoering gaat, nou, die moet je gewoon centraal doen, vanuit King georganiseerd of wat dan ook. Andere, dat moet je toch regionaal doen, als het gaat om allerlei sociale zaken en zo, die kun je dan weer beter regionaal organiseren. Dat loopt net over de grens heen en zo. En welke dingen blijven er dan lokaal? Nou ja, lokaal blijft het bestuur en lokaal blijft de front office.
Ja. Maar ik kan me ook wel voorstellen, met name als het gaat om dat integreren van die functies, wat het voorbeeld dat je net noemde bij die school. Ja, dat zijn juist dingen die je alleen maar kan weten als je in die lokale... Nou ja, goed, het beleidsmatige werk is natuurlijk weer een ander verhaal. Hè. Kijk, als je op een gegeven moment, dat scheelt zowel maatschappelijk als ruimtelijk, zeg maar echt die betrokkenheid vraagt, hè, bij de lokale samenleving, samenwerking in ketens en dat soort zaken. En je verwacht van de gemeente daarin ook een bepaalde rol en dat verwachten mensen natuurlijk van de gemeente. Ja. Ja, dan moet je lokaal natuurlijk wel je organisatie houden en ook om impulsen te kunnen geven aan het maatschappelijk en ruimtelijk beleid. Nee, dat is ook iets wat je eigenlijk gewoon lokaal zou moeten organiseren. Ja. Ik heb nu vier van die shifts eigenlijk, hè, van die centralisatie, inzet, die regionale samenwerking, de eventueel schaalvergroten van de organisaties van de gemeente, de fusie hadden we ook nog, en het integreren van allerlei functies als ontwikkelingen. Wat we natuurlijk ook zien is dat de verschuiving gaat steeds meer weg van de overheid en naar maatschappelijke organisaties en burgers die zelf dingen doen en dat soort dingen. Zie je die ontwikkeling hier in Boksel al? Ja, natuurlijk wel. Het is al lang niet meer zo dat je als gemeente dingen gewoon zelfstandig helemaal kunt doen. Hè. Dus de samenwerking met maatschappelijke organisaties in ketens is natuurlijk gewoon gegroeid in de afgelopen jaren. En die zal denk ik ook blijven groeien. Hè. Dus je hebt gewoon je partners nodig om op een gegeven moment goede prestatie te kunnen leveren. De verhouding tussen burger en overheid verandert natuurlijk. Ja, als je het vergelijkt met 10 jaar geleden, dan is de digitalisering gekomen. Ja, en die is natuurlijk gewoon, heeft een enorme invloed gehad op de manier waarop overheid en burgers, waarop diensten verleend worden en dat soort zaken. Die groei die zit erin en die zal denk ik nog wel doorgaan. Uh-huh. Ik vermoed dat op een gegeven moment burgers een persoonlijk digitaal domein zullen hebben en niet meer de hele wereld af moeten struinen om op een gegeven moment hun diensten te krijgen. Maar dat is bedrijven, instellingen en dus ook de overheid. En straks die burger veel nadrukkelijker zullen opzoeken. En dat de burger ook een veel grotere rol speelt in het op orde houden van alle informatie. En dus in die zin, dat is nog niet gerealiseerd. Maar ik verwacht dat in de komende 5 tot 10 jaar wel door zal breken. Maar dan gaat het over op orde houden van informatie. Ook het op orde houden van de gemeente, van de stad. Als de relatie tussen burger en de overheid verandert, dan zal de gemeente daarin mee moeten natuurlijk. Dus de gemeente is natuurlijk deel van de overheid. Wat dat betreft is het goed dat we als één overheid zouden functioneren. Het is nu zijn er wel aanzetten om als één overheid te functioneren, maar het zijn nu toch vooral nog verschillende bestuurslagen die elk hun eigen invalshoek hebben. Als het gaat over het functioneren als één overheid, dan kunnen we echt nog grote slagen maken. En als we daar over 5 jaar willen staan, daar zullen we dan nu mee moeten beginnen. Mm-hmm. Maar kan dat dan ook, wat voor, dat heeft natuurlijk een voordeel voor de dienstverlening, maar hoe gaan we nou ervoor zorgen dat, als het gaat om de inzet van die scholen, van hoe kun je nou beter gebruik van die schoolgebouwen stimuleren voor andere maatschappelijke functies, of hoe kun je ervoor zorgen dat, en niet alleen maar wordt schoongehouden door de gemeentewagentjes, maar dat ook wijkverenigingen taken erin vervullen, allemaal dat soort ontwikkelingen. Dat zijn ontwikkelingen waar we aan werken. Als het gaat over. Leuke voorbeelden van? Ja, nou ja, goed, we hebben hier de brede school De Wilgenbroek. Daar zitten allerlei functies in. Niet alleen maar 2 basisscholen, maar ook bijzonder speciaal onderwijs, kinderopvang. Er zitten van allerlei instellingen die aanpalend zijn. Nou, dat op die manier kun je natuurlijk ervoor zorgen dat je doordat je verantwoordelijk bent voor de huisvesting, er allerlei natuurlijke samenwerkingsverbanden ontstaan. Nou, dat soort dingen, het beheer van de openbare ruimte, daar voelen we ons als gemeente natuurlijk verantwoordelijk voor. En waar dat kan, proberen we natuurlijk burgers in te schakelen om te beginnen, om te zorgen dat het een beetje netjes blijft. En als het dan wat minder netjes is, om dan ook samen de schouders eronder te zetten. Het werken met wijkorganen, wijkteams, dat soort dingen, dat probeer je natuurlijk gewoon steeds verder te ontwikkelen, zodanig dat je samen met je bewoners en samen met de maatschappelijke instellingen een kwalitatief goede gemeente neerzet. Mm-hmm.
Dus er zijn ook wel, je hebt ook wijken, ja, wijkmanagers, wijkregisseurs, dat soort lui. Ja. We werken samen met politie en met de woonstichting, met de wijkorganen. Hè. Uh-huh. Dus de bewoners zelf zijn natuurlijk ook georganiseerd. En op die manier proberen we zeg maar de dagelijkse leefomgeving gewoon kwalitatief hoogwaardig te houden. Ja. En ja, wat ik dan zelf altijd wel interessant vind natuurlijk is van zie je daar ook al het begin van een digitalisering. We hebben natuurlijk de twitterende politieagenten gezien, maar de twitterende wijkmanagers zijn er al ook samengewerkt, zullen we zeggen, tussen komen, die natuurlijk. Organisaties. Ja, dat gaat wel komen. Dat is in ontwikkeling, hè. De stoeptegel die je op een gegeven moment gewoon digitaal kunt melden. Ja, dat soort dingen, dat staat er gewoon onvermijdelijk aan te komen. Dus als gemeente is het zaak om je basis op orde te hebben en in te spelen op de mogelijkheden die er zijn. Ja. Dus dat zijn dan zeg maar de kleinere uitdagingen die zo naast alle grote brokken die er komen in de komende jaren voor ons op de rol staan. Ja. Nou ja, dat vraagt natuurlijk ook een bepaalde mate van flexibiliteit om op dat niveau te reageren en dat je kan zien van hey, wacht, in deze wijk is dit nodig, in die wijk is dat nodig. Ja. En dat vingerspitsengevoel, zullen we zeggen. Ja, nee, maar dat zit er wel in. We zitten er dicht genoeg op om op een gegeven moment zeg maar dingen gewoon goed geregeld te kunnen krijgen. Ja. Dat zal in de toekomst natuurlijk ook gewoon moeten gebeuren met andere middelen. Je zult als gemeente wat dat betreft ook gewoon met je tijd mee moeten. Ja. Dat is een mooie laatste zin, zou ik zeggen. Ja. Ja. Dankjewel.